Martijn Crabbe deelt een aangrijpende onthulling met zijn volgers op Instagram. De 55-jarige presentator heeft onlangs de diagnose van een vorm van kanker gekregen en deelde dit emotionele nieuws op dinsdag. Ondanks de zwaarte van de situatie, blijft Crabbe positief en benadrukt hij dat er nog meerdere behandelopties voor hem zijn. In zijn openhartige boodschap deelt Crabbe niet alleen zijn persoonlijke strijd, maar reflecteert hij ook op de impact van deze diagnose op zijn gezin. Hij bekent dat dit voor zijn gezin een van de moeilijkste momenten is. Desondanks benadrukt hij de veerkracht van zijn dierbaren, die zelfs met humor over de uitdagingen praten. In de woorden van Crabbe, over kanker valt niet zoveel te lachen, maar ze hebben het voor elkaar gekregen hoor. Met liefde overwin je eigenlijk alles. Ik sta er dus hoe dan ook goed voor. Ondanks de emotionele rollercoaster die hij doormaakt, deelt Crabbe zijn hoop om wel weer een keer in de lucht te komen zodra hij en zijn gezin de schok hebben verwerkt. Hij sluit zijn bericht af met een bescheiden verzoek om voorlopig met rust gelaten te worden, waarschijnlijk om de nodige tijd en ruimte te krijgen om zich te concentreren op zijn gezondheid en welzijn. Deze openbaring werpt een nieuw licht op de kracht van liefde en veerkracht te midden van moeilijke tijden. De steun van vrienden, familie en volgers zal ongetwijfeld een belangrijke rol spelen in de reis van Martijn Krabbe als hij deze onverwachte wending in zijn leven aangaat.